Zo, goedemiddag dames en heren. Ik ben hier met deze jongen. Ik ben hier met die jongen daar, met die witte helm. We zijn bij de Ducati Tryout Days. Ik zit op deze, de Hypermotard. Hij zit op de Street Fighter. Oké. Gaan we even een testrondje maken. Ik ben wel benieuwd hoor naar dit ding. Oh. Eerste keer dat ik erop zit. Hydraulic clutch van Brembo. Oké. Oh, wat. Ai, nee. Oké. Oh joh, dit ding is wel bokkerig hoor. Daar gaan we dan. Klunk, klunk, klunk. Maar dit ding is vaag man. Dit ding is heel vaag. Hij geeft niet de respons die ik zou verwachten soort van. Want je rubbers zijn luid. Oké. Wat rijden we? V4? Oh ja, niet vastgaan. Nee, helemaal niet broer. Ai nee, niet nog een keer. Bier, dit ding is vaag man. Oké. Dit ding lift wel de lucht in. Dit ding heeft een quickshifter. Daar kom ik nu net pas achter. Hij heeft up en down een QS. Oi yo. Nooit! Oh, yo! Hey! Eén zoom, eenmaal zoom. Pieter. Epic hoor, hier met de Hypermotard door de bergies. Hoppa. No, vlieg in mijn oog. Ai nee. Ik heb een vlieg in mijn oog. Wacht hier. Oh joh, hij heeft die wheelie ding. Hou op man. Hey, hou op man. Oké. Dit ding is wel lijp. Moet ik zeggen.
heel even de Street Fighter wel beseffen. Boah, dat ding is mokerwarm. King Lemonhead, maat. Kutding, maat. Oh, yo. Holy fuck. Hé, hey, dit ding is eng bijna, soort van. Je moet je wel echt voorzichtig doen, denk ik. Oh, je hebt een knop. Hey, dit ding is kank. Wow! Wow! Die POV, maat. Dat is grappig, man. Oh, je hebt cruise. Nee, joh. Nee, maar dit is echt wat een supermotor moet zijn, soort van. Die wat dat Hey, dit is hem, man. Holy shit. Die man heeft adaptive cruise control, ken je die? Op een motor, hè? Dus je kan, hier, hij chillt gewoon no handspeed. Oh, yo, ultiemste, de ultiemste. Hoe lang dan? 15 minuten. Oh, wat is dit dan, joh? Een mega zwaai. Act, heel act. Een real one was dat. Laat me het zien, laat me het zien.
Goh, dat ding doet wel knallen geven, man. Dat is wel de ultiemste. Wojo! Collega, geef erbij, man. Kom op, man. Ik was helemaal BMW gewend. En BMW zit hij daar. En hier hou ik het bij. Zo! Waar ik echt wel stuk om zou gaan, is als ik er straks achter kom dat dit ding geen up en down quick shifter heeft, maar alleen een up. Dat ik hem gewoon terug zit te rammen elke keer. Wie die poel hier net deed, was wel lijp, man. Ja.